Hoe is het om oud te worden in Amsteldorp? Nou, dat zal ik je laten zien. Vanuit de verte ziet het er allemaal erg hetzelfde uit. Er is één ingang. En het is jammer dat... Het is jammer dat de bloemenman er niet is. En er is één uitgang. Dus je komt het dorp binnen, waardoor je ook weer naar buiten moet. Dat wil zeggen als automobilist. Het is vandaag woensdag. Dus... We hebben de viskraam. Heerlijke Hollandse nieuwe. En die heeft altijd veel aftrek. Er zijn huizen met trapjes. Er zijn hele hoge trappen. Er zijn kleine trapjes. En er zijn gewone, laag bij de grondse deuren. Er zijn huizen met 3 ramen. Huizen met 1 raam. Soms is er maar 1 deur. En dit is de enige deur die een venster naast de deur heeft. En er zijn huizen met deuren aan de kop. Maar we liggen trouwens wel heel erg laag. Er is de rijwielhersteller. En er is ook een kleine fietsenmaker. Maar die maakt niet zoveel. Er zijn winkels. Alleen gebeurt er niet zoveel. Er zijn meer winkels. Maar ook daar gebeurt niet zoveel. Er was tot voor kort een kinderdagverblijf. Maar dat is helaas opgeheven. Ruud. Hoe is het om in Amsteldorp oud te worden? Ik vind het heerlijk. Ik vind het waanzinnig. Ik vind de mensen onfijn. Als we elkaar nodig hebben, helpen we elkaar. Ja. Daarom vind ik het heerlijk om hier te wonen. Je hebt een tijd lang opaatje geholpen, hè? Ja. Ja. Wat had hij? Behalve dat hij heel oud was? Zijn vrouw was overleden. Ja, dat klopt. We konden elkaar erg goed. Ja. En hebben me heel veel geholpen met eten en met bij me bezoeken, een kop koffie doen. En ja, dat is voor mij een beetje het gevoel dat het Amsterdorp toch een beetje saamhorigheid kent. Ja, heb je ook boodschappen voor hem gedaan bijvoorbeeld? Ja. Dat soort dingen? Ja, ja, ja. Want hij had wel zelfs nog een auto. Ja, maar dan mocht je niet meer rijden op een gegeven moment. Nee. Ja, toen hebben wij boodschapjes gedaan. Ja. Wat is hij, overleden of wat? Nee, hij zit in de Openhof. Hij zit in de Openhof? Ja. Oh. Meneer Van Walsum is dat. Hij zal mij niet meer kennen, maar... Nee. Ga je daar nog wel eens op bezoek? Ja, heel af en toe. Heel af en toe? Ja. Want is hij nog een beetje redelijk te been? Nee. Dat lukt helemaal niet meer. Hij is aan het dementeren. Ja. En hoop je nou eigenlijk dat je zelf... natuurlijk ook zo'n soort steun krijgt als je nog ouder wordt. Dat hoop ik wel, ja. En dat hoop ik hier in het dorp wel te krijgen. En ja, dat is wat, ja,
ik vind het ook erg leuk om te doen. Ja, zolang je het zelf kan. Zolang ik het zelf kan. Ja. En als ik het niet meer kan, dan hoop ik ook een beetje van de buurt of de buren ook diezelfde steun terug te krijgen. Ja, tuurlijk. Hey, en wat er op dit moment in de regering beslist wordt over... Dat de zaak steeds meer naar de gemeente toe gaat en zo. Hoe ervaar je dat? Heb je daar last van? Ga je daar last van krijgen? Nee. Denk je niet? Ik hoop het niet. Je hoopt het niet? Ik hoop het niet. Maar heb je een beetje zicht op wat er verandert? Niet veel. Nee. Ook omdat het me niet zo heel veel interesseert. Nee, maar ja, je komt natuurlijk wel. Je komt er wel mee in aanraking als het jou betreft. Ja. Dank wel. Maar dat zie je dan wel? Dat zie ik dan. Ik moet wel even de zorg te... Ja, hoe oud ben je nou, Ruud? Ik ben 53. Oh, dus je bent nog een jonge god. Ik ben nog een jonkie. Dankjewel. Alsjeblieft, graag gedaan. Dit doet u veel, hè? Ja. Voor andere mensen de tuin groen houden. Ja. Ja. En het straatje, hè? Hoort er ook bij. Straatjes gewoon houden. Anders hoef je het niet te doen. Oh, nee. Maar hoe is het om in Amsteldorp oud te worden? Huh? Hoe is het om in Amsteldorp oud te worden? Ik ben oud. Ja, daarom? Ik ben 80, dus... Ja. Ouder hoef ik niet te worden. Oh, nee? Ja, ik vind het genoeg zo. Oh. Maar hoe is dat om in dit dorpje oud te worden? Prima. Prima. Ja, het is nog een dorpje in Amsterdam. Ja, dat is waar, hè? En we kennen elkaar allemaal. Ja. Een beetje. Een beetje, ja. Niet dan. Maar u houdt zichzelf al bezig met deze werkzaamheden. Ja, ik ga niet achter de granen zitten. Ik heb er genoeg staan. Maar... Ja, ik wou net zeggen, ja, er staan er genoeg. niet achter zitten. In het eigen huis. Geranium zat. Voor een ander wat doet, moet je eerst zorgen dat jij een garantie nodig is. Oh, dit is hem, hè? Ja. Nou, ik vind het een mooie tuin, hoor. Ja. Ik heb een veel mooiere tuin gehad, meneer. Ja? Een tuincomplex. Een tuincomplex? Ja. Maar niet hier. Nee. Waar was dat? Aan de Spaarndammerstraat. Spaarndammerstraat? Ja. Hey, bij... Berbera. Ja. Ja, dat ken ik wel. Durf 40 wel eens vergeten? Ja, zet maar op de foto. Ja, ja, daar komt hij. Ja, mooi. Bij de ladder. Hoe is het om in Amsterdam oud te worden? Zolang ik er ben, vind je het prachtig. Ja? Ja, je hoeft het niet meer. Maar hoe is het om in Amsterdam oud te worden? Nou, zijn ze ook wel oud. Hop. Hoppie. Wat kunt u daarover zeggen? Duurt het zo lang? Ja, ik wil al antwoord op mijn vraag. Nou, zal ik je vertellen? Zeg maar één vriend en dan ben ik hier in het dorp. Oh, nou, dat is mooi. Dan in de interview treffen. Ja, en een goede vriend. Nou, ook een goede buren zitten hier ook wel. Ja, wij zien elkaar toch ook? Ja. Zo is dat. Hé, hey, voor hoe heet die club? Een of andere club die hier op 14 dagen op het pleintje zit, moet ik een interviewtje maken over hoe het is om in Amsterdam oud te worden. Oh. Dus, hoe is het? Lekker. Ja, is het lekker hier?
zit lekker in mijn vel. U zit lekker in uw vel. En heeft u, mag ik vragen hoe oud u bent? 70. 70. Dan heeft u nog een tijdje te gaan. Hoop ik. Ja, precies. Als die man boven het goed vindt. Je bent maar een mens van een dag, hè? Ja, of van een minuut, laten we zeggen. Je weet nooit wat er gebeurt. Nee, daarom. Zeg maar levert dat hier in het dorp met eenzaamheid problemen op of zo? Nee hoor. Nee? Ik heb een goede buurman. Je hebt een goede buurman? Ja. Ja. Helpt me. Komt dat nou op de televisie? Ah, wel nee, joh. Ja, dat zou ik wel willen. Toen had ik wel mijn mondje open genomen. Ah, is dat zo? Ja. Oh, nou, dan doe ik nog eventjes. Nee, nee, nee. Maar heeft u last van... Geldproblemen. Geldproblemen. Kijk, nou komen we ergens. Nou komen we ergens. En... Vraag u altijd zoveel vragen? Ah, ik stel altijd heel veel vragen. Ik wil altijd ontzettend veel weten. En wat gaat er met mijn vragen gebeuren dan? Dat weten we nog niet. Waarschijnlijk helemaal niks. Want, dat niet door het dorp gaat natuurlijk. Ik kan helemaal geen vragen stellen. Dus, en ik kan ook niet filmen. Maar heeft u het idee dat u wel last heeft van wat er nu op dit moment vanuit de regering naar de gemeente gaat? Want in feite worden wij natuurlijk in de zorg... Ja. Worden we steeds meer aangewezen op de gemeente? Ja, nou, daar bemoei ik me niet mee. Nou. Helpt je toch niet? Het helpt toch geen best. De hogere pieten, die hebben het maar voor het zeggen. Oh. Wij zijn maar de minderen. Ja. Maar als je steun nodig hebt... Dan moet je niet daar zijn. Dan moet je waar zijn? Niet daar zijn. Nou, zogenaamd in het hoekhuis. Zogenaamd. Oh, daar zo. Ja. Maar waar wel? Nergens meer. Ze bekorten je overal. Ja. Die vrouw werkt zelf in het ziekenhuis, dan weet je het wel. Ja. Ja. En ik ben zelf ook invalide, dus ja. Overal moet je voor betalen. Ja. Al krijg je hulp, je moet nog hulp betalen. Het is allemaal niks. Zeg u? Het is allemaal niks. Nee. Nee, maar het is toch zo? Alles draait toch om geld? Ja. De hele maatschappij, allemaal maar bezuinigen. Dus als we meer geld hebben... Nou, meer. Dan kun je met een AOW'tje doen tegenwoordig. Ja, daarom een beetje meer zou wel handig zijn. Is het niet? Ja, en als je een beetje meer krijgt, dan pakken ze wel weer de andere iets weer wat anders of zo. Ja. Dan gaat dat weer omhoog of dat. Dus daar heb je geen cent over. Niet dat ik klaag hoor, daar niet van, maar... Zet dat maar op je film. Einde van het jaar kunnen we ons eigen de kleren lopen. Dan gaan die trammen eruit. Wie gaan eruit? Kort. Wie gaan eruit? De trammen, de bussen. In korte. Ja, oh ja? Moet je het krantje lezen, ik breng je een krant in de morgen. Welke tram gaat eruit? Dat is nog een geheim. Maar ze gaan eruit. Oh, ze gaan eruit. Ja. Het wordt allemaal minder. Ja, en waarvoor? Geld genoeg. Ja. Geld genoeg. Ja. Maar wij alleen niet, hè? Maar weet je wat het is? Hè? Er is geen geld, maar dan... Er is wel geld. Buiten helpen ze wel. Griekenland en toestanden... Dus is er geld. Is er geld. Want jij kan maar storten. Nou, mijn vader is altijd smeris geweest. Ja. En hij had een zwager. Dus van huis uit, ik was nog hier ook, ik zou misschien nog wel in de verre kijken. Christelijke Historische Unie. Ja, zei u. En zijn zwager die was zwaar communist. En dan was het altijd ook, net zo wij babbelen, het was nooit goed. En dan zei hij altijd tegen mijn vader, Janus, wat zeik je toch. Er zijn in Nederland net zoveel knaken als dat er, knaken hè, toen de tijd, ja, oorlog. Als dat er lantaarnpalen zijn. Oh. Dan ga jij zeggen dat er geen geld is. En zo is het nou nog. Het is nou nog, alleen hebben we geen knaken meer. Nee, nog veel erger. Het is vertienvoudigd. Een briefje van 25 euro. En waar gaat het naartoe? Naar buiten. Juist. En wij iedere dag op de televisie. Wilden we het in de gloof gooien? Ja. Ja. Ja, maar het is zo. En 1001 liefdadigheidsplannetje hebben ze. Het is erg ook, zeg maar, voor buiten. Maar hier is ook arm. Ja hoor. Nog erger misschien. Er zijn kanta's.
Hallo. Hallo. Waarom heb ik de film, hè? Ja. Is dat goed? Er is een club die op dit moment in Amsterdam is en onderzoekt hoe het is om ouder te worden in Amsterdam. Om ouder te worden? Ja. Lekker rustig. Iedereen kent elkaar. Iedereen kent elkaar? Bijna. Ja. Leuk hoor. Dat is wel goed. Edwin, ja. Hoe is het om in Amsterdam oud te worden? Om in Amsterdam? Om in Amsterdam oud te worden. Heerlijk. Lekker rustig. Ja. En ja, dat is het belangrijkste. Het is lekker rustig en leuke buren. Dankjewel. Tot nu toe. Tot nu toe. Want ik weet niet wat je hiermee doet. Dus. Nee, maar voor de rest valt me uitstekend. Ik voel me lekker thuis. Ja. En, hoe lang woon je hier al trouwens? Nou, dat vraag ik me wat. Even kijken, iets van 8 jaar of zoiets. Oh, dus jullie waren pas toen wij er waren? Ja, we waren niet eens zo lang, hoor. Nou? Zoiets, ja. Hoe oud is Chanel? Chanel is dus nou, nu 13. Wordt 13. Ja. Ja, iets van 9 jaar of zoiets. 9 jaar. Zoiets, het is nou 2014, ja. Hé, hey, maar, en je bent natuurlijk nog helemaal niet zo oud. Nee. Vandaag. Hè? Vandaag, 57. Proficiat! Dankjewel. Goeiedag zeg. Hé, hey, en, maar, je weet dus langzamerhand wel een beetje, want je bent dan ouder, je bent dat ouder worden. En hebben de maatregelen van de regering, waarin allerlei zorgtaken worden overheveld naar de gemeentelijke overheid, hebben die invloed op hoe jij denkt over dat je oud wordt in Amsterdam? Dat weet ik niet. Daar heb ik niet over nagedacht. Heb je zicht op wat er gebeurt? Nee, ook niet. Je ziet het wel. Ja. Ik heb mijn eigen problemen. Heel gezonde instelling hoor, Edwin. Ja, zeker hè. Nee, maar er gaat natuurlijk wel iets veranderen. En hoe denk je dat het met de sociale cohesie van de buurt is? Ja. Wordt die beter of wordt die slechter? Nou, ik vind beter. Ja? Ja. Hoe denk je dat het komt? Weet ik niet. Iedereen, er zijn mensen die steeds meer op elkaar passen, denk ik. Ja? Ja. Ja, jij ziet dus wel een... Het zijn niet zoals wat voorheen waren, een beetje asociale buren. Ja, en daar hebben we nou minder last van. Ja. Maar, daar komen natuurlijk wel steeds meer... buitenlandse buiten. Mensen in de wijk wonen en toch sociaal zijn we een beetje het afvoerputje van Amsterdam geworden. Ja, ik denk het wel. Ook zo'n beetje, ja. Maar heeft dat dan invloed op denk jij, wat er met je buren gebeurt? Niet dat ik weet. Nou ja, als jij op een gegeven moment... andere buren krijgt, ja. En die bemoeien zich verder niet met jou, ja. Dan gaat er nog wel iets veranderen. Dan gaat er wel wat veranderen, ja. Dan, aan de ene kant is het wel lekker dat ze niet mee bemoeien, maar aan de andere kant is het ook weer fijn. Dat hangt vanaf welke buren dat zijn. Ja, uiteraard. Dus we kijken, het moet niet zomaar zijn dat ze zeggen van wat ik. Als ik een scheet laat, dat de hele buurt het weet. Ja. Dat hoef ik weer niet. En aan de andere kant, als ik op vakantie ben, noem maar wat op, dat ik weet dat er op mijn huis gewerkt wordt. Ja, bijvoorbeeld. Dat vinden wij ook altijd heel erg fijn. Ja, ja zeker weten. Dus de buurt een beetje netjes gehouden wordt. Want sinds ik hier woon, in die straat,
is het een stuk beter opgeknapt, het stuk waar wij wonen. Ja? Ja. Toch wel? Ja, zeker weten. Ik weet nog wel dat ik voor het eerst naar het huis kwam kijken. Dan zat ik echt zo van, waar moet ik mijn auto neerzetten? Ik vind het allemaal zo een vies zootje hier ook. Beetje aso. Maar nou zijn de straten schoon, tuinen zijn schoner. Redelijk. Alles wordt redelijker, beter schoongehouden. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, heel mooi. Oké. Great, great, great. Thank you. We willen weten hoe het is om in Amsteldorp oud te worden. Goed. Ja? Ja hoor. Ja? Ja. Gaat allemaal helemaal goed? Ja. Heeft u nog een man of zo? Nee. Maar u bent alleen? Alleen. En u redt het? Ja hoor. Nou, zo te zien met je fiets gaat dat goed. Ja zo. Hè? Maar mag ik vragen hoe oud u ongeveer bent? 76. Oh, kijk aan. Dan bent u nog een jonge god. Ja hè? Ja. Maar u wordt natuurlijk wel, u hoopt heel erg oud te worden. Ja. Ja. En dan bent u alleen. Ja. En dan weet ik niet of u kinderen heeft. Maar ja. Misschien kunnen die ook niet voor u zorgen. Hoe moet het dan verder? Dan gaan we toch gewoon naar een bejaardentehuis. Oh ja? Jawel, ja. Lekker hier naar de Open Hof? Nou nee, dat is een verzorgingshuis geworden. Oh, oké. Okay. Het is geen bejaardentehuis. Oké. Okay. Maar dus... Dan laat u uw huisje alleen. Ja. En dan gaat u gewoon lekker naar een bejaardenhuis. Ja, of een andere woning of zo. Ja. Hartstikke goed. Ja. En denkt u dat... daar gaat natuurlijk iets veranderen met wat ze met de overheid allemaal doen. Ja, dat allerlei zorgtaken naar de gemeente worden verhuisd. Denkt u dat u daar... probleem mee krijgt? Nee. En hoe is het met de buren? Ook goed. Ja? Goeie buren. Ja. Let altijd op of ik mijn gordijnen open heb. Of, goed zo. Ja. Goed zo. Ja. En u let ook op hun? Ja, ook. Als we met vakantie zijn, dan verzorg ik de post en zo en de planten. Om te laten zien dat er toch iemand woont. Ja. Ja. Goh, nou, dus het gaat goed? Ja. Hartstikke mooi. Ja. Meer heb ik niet te vragen. Ja, ik woon hier al bijna 50 jaar. Dus, echt waar? Ja. Zo hé. Dus u weet heel veel van de geschiedenis van dit dorpje. Van het dorp, ja. Inderdaad, van het dorp. Hoe is het om ouder te worden in Amsteldorp?